Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Ik wil jullie vast vragen om dat blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren. Dat kan hieronder, onderaan de video. Doe dat vooral zeker, want dan kunnen wij verder groeien met YouTube. Het eerste volgende wat ik jullie laten zien, dat heeft niet met de dierenambulance te maken, maar wel met dieren. Het zijn met twee eigen katten die enorm goed met de spinner overweg kunnen. Ja, het is gewoon grappig om te zien. Nu starten we echt met de dierenambulance video's. Het volgende hondje jullie zien, dat is Bo. Bo speelt hier met de andere hond van de meldster. Het bleek zo te zijn dat ik de eigenaar van Bo op Facebook heb. En zo hadden we elkaar eigenlijk best wel snel getroffen om Bo weer naar huis te krijgen. De kraai hebben we naar de opvang gebracht. Wie we ook naar de opvang hebben gebracht is dit Nel, gaan jullie zo zien. Ja, als ze oud genoeg zijn, dan maakt moeder het nest open en dan springen ze allemaal naar beneden. Nelgansen zitten, hebben altijd een nest in een boom. Ja, terwijl hun naar beneden sprongen, stonden de vier hongerige katten, zei de meldster. Ja, de broertjes en zusjes op te eten. De meldster heeft dit kleintje nog weten te redden. En die hebben wij naar de opvang gebracht voor herstel. Het zielige is dat de kat voor zijn eigen huis aangereden is. Het rijdde heel raar met zijn ogen. Ja, we hadden ook meteen de eigenaar al te pakken. De buren stonden erbij en meneer kwam aanrijden, dus de eigenaar. Ja, hij ging zelf met haar, die al 18 jaar oud was, naar de dierenarts. Om te kijken of dit nog geholpen kan worden of na 18 jaar afscheid te nemen. Daar weet ik voor de rest ook niks meer van. Dit was ook meteen het einde van de video. Ik wil u nogmaals vragen om de blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer met beloofd een dierenambulance video. Tot volgende week!